Oké, Anouk. Ja? De Klokhuisredactie. Ja, ik ga je even laten zien waar die is. Oké, okay. Hou je vast, hè? Ja. Wacht zetten. Oh, nee! Oh, en we gaan weer terug. Oh. Ja, oh nee, hij doet het maar voor de helft. Nou, hier wordt dus Klokhuis kantoor opgenomen. Chef. Wout gaat een Nobelprijs winnen met een onderzoek over uit je neus eten. En hier werkt natuurlijk de redactie, de productie, de eindredactie. Dus hier wordt alles uitgewerkt, bedacht, geregeld. Dat gebeurt allemaal hier. Oh, wat? Kom dan, hey, kom dan. Kom dan, kom dan, kom dan. Oh. Oh. Gooi ze er maar in. Hey Anouk, wat was je droom toen je klein was? En wou je toen eigenlijk al iets met televisie doen? Ik was me er eigenlijk nooit zo van bewust dat je echt daar je werk van kon maken. Ik dacht gewoon, dat is een hobby. En vroeger wilde ik dierenarts worden en dolfijnenverzorgster. Vijf VWO of zo kwam ik er pas achter. Oh wacht, er zijn ook opleidingen die je opleiden tot acteur of tot artiest of whatever. En toen ben ik daarna gaan kijken. Hoi Anouk, wat is het leukste item dat je hebt gedaan bij het Klokhuis? Ja, als je puur wil weten wat mijn meest vette actie-item was bijvoorbeeld, hè, met echt zo'n adrenaline-kick. Mm-hmm. Dan was het denk ik het item over aerobatics. Dat is een soort stuntpiloot. En ik hou hem hier. Wow! Alle kotzakjes vallen eruit. Pak hem even. Nooit gehad dat je dacht, ik durf het helemaal niet, ik ga het niet doen? Ik heb wel vaak gehad, ik durf het helemaal niet, maar ik ga het toch altijd wel doen. En dan doe je het toch? Ja. Ja. Ja, dat is ook wel een beetje hoe ik in elkaar zit of zo. Ik vind het toch altijd wel heel leuk om dingen uit te proberen, ook nieuwe dingen. Wow, dit is zo bizar. Hoi Anouk, denk je soms bij Brainstorm, deze opdracht wil ik echt nooit uitvoeren. Doei! Ja, dat denk ik zeker wel eens, ja. Kant. Ik ben namelijk heel erg bang voor knallen. Mm-hmm. Dat is echt iets wat ik al vanaf kinds af aan heb. Ballonnen, rotjes, vuurwerk, maakt niet uit. Daar schrik je heel erg van. Ja, ik vind het allemaal echt heel naar. En ieder seizoen weer. We zijn nu bezig met seizoen 3. Oh, dat is trouwens een dikke spoiler volgens mij. Is dat nog helemaal niet bekend. Maar goed. En dan zie ik toch ook weer in de script dingen voorbij komen over ballonnen knallen. En Janouk die schrikt van dit of dat. En dan denk ik, oh, daar gaan we weer. Frikandel of kaassoufflé? Kaassoufflé. Ajax of de Graafschap? De Graafschap. Superboeren. Presenteren of acteren? Accenteren. Konijn of kangaroo? Konijn. Ja, ik heb twee konijnen. Harvey en Louis. Jeugdjournaal of Klokhuis? Oh, jongens. Ja, het Klokhuis. Iedereen maakt wel een keer blunders. Maar heb jij ooit een keer een blunder gemaakt? Oh, wat grappig. Ik moet zeggen, ik heb de mazzel dat ik op mijn opleiding wel redelijk goed heb geleerd om teksten te leren en te onthouden. Mm-hmm. Maar soms heb je ook tekstjes die echt precies zo gezegd moeten worden zoals het er staat. Omdat het heel nauw komt, zeker met wetenschappelijke dingen, mm-hmm. dat het wel klopt wat je zegt. Ja, en soms krijg je het dan gewoon niet je strot uit. Erik is namelijk Oceane. Op tv zie je dat natuurlijk niet. Dus je denkt misschien, oh wauw, dat gaat allemaal super smooth. Maar ja, achter de schermen gaat dat natuurlijk echt wel, nemen we alles in stukjes op en maakt iedereen wel eens een foutje. Ja, dat is wel goed om te laten zien. Ja, het gaat echt niet altijd helemaal op rolletjes hoor. Hoi Anouk, hoe ben je erop gekomen om dit boek te schrijven? Ach, zeven boek. Oh, wat leuk. Het viel mij op dat kinderen best wel veel bezig zijn met thema's als de aarde, zorgen voor de aarde. Dus ik heb geprobeerd om dat soort thema's een soort van makkelijk toegankelijk uit te leggen. En daarnaast is het eigenlijk grotendeels gewoon een boek met heel veel tips en tools en tricks om gewoon zelf lekker aan de slag te gaan. Hou je jezelf ook aan je eigen tips? Ja, heel erg. Ja. Weet je, tweedehands kleding, als ik nieuwe kleding... Is het nu ook tweedehands wat je aan hebt? Ja, eigenlijk alles. Ja, alles. Oh, wauw. Ja. Dingen die je koopt, als je dan iets koopt, dat je erover nadenkt van ja, heb ik dit echt nodig? Ga ik dit echt gebruiken? Of is het iets wat ik misschien maar een weekje leuk vind en dan weer weg doe? Kun je het dan niet beter lenen? En je hebt ook nog dit soort overhangende vlakken waarbij je hele lichaamsgewicht... Hoi Anouk, zijn er ook nog andere programma's welke je zou willen presenteren? Tuurlijk. Ik vind de Keuringsdienst van Waarde heel interessant. Lijkt wel een beetje op het Klokhuis eigenlijk. Ja, maar dan voor grote mensen. Ja. 3 op reis zou ik heel tof vinden. Ik ben zelf ook wel heel erg bezig met programma's bedenken en uitwerken en maken. Dus dat vind ik ook nog wel heel leuk om daar gewoon zelf nog eens naar te gaan kijken en wat je zelf nog kan maken. Dus voorlopig zien we jou nog wel op tv. Ik hoop het. Ja, zou leuk zijn.